Vandaag weer kijken naar materiaal dat Hans en Grazina hebben geschoten in India. Hans, reis naar India. Dit zijn beelden uit welke stad? Dit is nog steeds Bombay, eigenlijk nu Mumbai geheten. Sinds we de nationalistische hindoes aan de wind hebben, is Madras Chennai geworden. En Calcutta is nu net Kolkata geworden. Okay, dus terug naar het oude, maar ik zie hier allemaal, ik zag allemaal vrij moderne boeken. Ja, nee, dat is het mooie van India. Aan de ene kant heb je dus een hang terug naar de tradities. En aan de andere kant is er een gigantische doorbraak naar de modernste westerse technologieën. Nee. En het gekke is... Maar dat is, allemaal naast elkaar. Krishna-beelden, naast absoluut. En het mooie is, er ontstaat een geheel eigen, nieuw... religie, cultuur uit. Hè? Want je kunt niet zeggen dat Bombay door het Westen overmeesterd is. Dat zie je ook aan deze beelden. Je kunt ook niet zeggen dat het Oosten eronder leidt. Het gaat samen en er komt een heel nieuw mengsel uit... wat ontzettend attractief is wat mij betreft. Zeker in een stad als Bombay. Ja. Maar cultuur bijvoorbeeld, musea, dat soort dingen, moderne dingen. We zien hier... een kunstproject met fietsen. Past een beetje bij mijn gevoel in onze jaren 60? Absoluut. Bombay is een welvarende stad, min of meer. Ik bedoel, 1/3 van de bevolking heeft iets uitgegeven. En het gevolg is dat de schone kunsten bloeien als nooit tevoren. De galleries, de musea, er zijn projecten van het Goethe-instituut, van het Maison Descartes, de Amerikaanse ambassade. Overal zijn kunstprojecten en er zijn ontzettend veel enthousiaste jonge kunstenaars. En dit is een project... van Ruben Margolin en dat is een soort vogelfiets? Het is uiteindelijk een soort riksja en daar heeft hij, dacht hij, een vlinder van gemaakt... zodat als de kinderen op straat en vooral de straatkinderen die daar in ruime mate in de buurt wonen... als die erop gaan zitten en heen en weer rijden, dan hebben ze de dag van hun leven. Hè, er is dus heel veel straatkunst en er zijn projecten waarbij kunstenaars hun schilderijen op straat tentoonstellen. Ja. Bovendien over straatkunst gesproken, dit is dan zomaar een cafeetje wat je binnenloopt en dat van een schoonheid is. Hè, ik bedoel, als je als achterloze westerling er binnenloopt, denk je dat Osho zelf daar achter de bar staat. Maar dat is... Beelden, steeds weer de symboliek. Hè? Steeds weer die prachtige geladen afbeeldingen van een godenwereld die mij nog het meest aan het oude Egypte doet denken. Maar kijk eens naar zo'n interieur. Ja. Maar is dat nou omdat ze daar niet kunnen lezen dat er zoveel met beelden gewerkt wordt? Ik denk dat de beeldcultuur nog wel heel belangrijk is. Ik weet dat de politieke partijen bijvoorbeeld behalve een lijstnummer ook altijd een symbool hebben. Dus stemhand, stemauto, stemvliegtuig. En dat is dus voor de analfabeten. Maar ik geloof ook dat veel van die beelden die daar zijn en die kleuren... Oh, hier hebben die vogelriksja weer, hè? Ja. Dus een beetje kunstproject. Het is duidelijk een kunstproject voor de mensen op straat. De kunstenaars hebben een schilderij opgehangen. Er wordt ook een concert gegeven daar. Er worden op straat dansen uitgevoerd. Er is een fototentoonstelling in een van die prachtige gebouwen. Want dit is namelijk in de buurt die door de Engelsen samen met de Parsi's gebouwd is. Dit is het oude Bombay, het Fort Bombay. En het is een schitterende architectonische stijl die eruit komt. Maar dat heeft dus ook zeg maar, een beetje tegencultuur gekregen. Er zit dit soort dingen, een beetje creatieve... Er is in een stad als Bombay duidelijk een beetje de sfeer van de 60's, zou ik kunnen zeggen. Er is hoop, er is optimisme. Ze hebben net de laatste drempel van ellende overschreden. En ja, ze zien de toekomst helemaal zitten, zou ik maar zeggen. Al is het leven nog zo moeilijk. Maar je ziet bijvoorbeeld als je in Nederland terugkomt, dat het helemaal over de top is. Allemaal ontevreden gezichten, iedereen heeft alles eigenlijk al gezien. En daar begint het allemaal mee. Hier kijken we naar iets van de David Sassoon Library. Dat is natuurlijk uit de Engelse tijd nog. En er waren erg veel Parsi's. Dat waren de aanbidders van Zarathustra die uit Perzië of uit Iran gevlucht zijn 1000 jaar geleden. En die alleen in Bombay eigenlijk nog bestaan. De Parsi's, de Zarathustristen. Die hebben heel veel geld gestoken in filantropische projecten. En deze bibliotheek, die David Sassoon... is ook zo'n project van een rijke Parsi die daar... En dat is dus een minderheid. Hè? Je hebt dus de hindoes, die hebben de meerderheid. Dan heb je een minderheid, een grote minderheid moslims. En dan heb je natuurlijk ook christenen, joden, boeddhisten. Je hebt wat joden en een van de allerkleinste minderheden. Je hebt de Jains, maar een van de allerkleinste minderheden dat zijn de Parsi's. Er wordt geschat dat er nog 300.000 op de hele wereld zijn, waarvan de helft in Bombay. Ja. Mensen die in het vuur geloven. Het is die vuurreligie van Zarathustra. Ja. Het is die tempel met de stier. Met de baard en de mannenkop die overal. Dit zie je heel veel, hè? Oudere mensen die hun straatjes schoonhouden en dan zeg je eigenlijk, het is een beetje onzinnig in zo'n vieze stad als Bombay.
alleen maar... Ze houden hun eigen stukje schoon. Met een... Ja, en het wonderlijke is dat zelfs als je bij de slums rijdt... waar de stront tussen de huizen doorloopt... dat de mensen in spierwitte kleding en zo schoon en tevoorschijn komen. Daar stellen ze blijkbaar een eer in. En hier zie je weer zo'n typisch hybride vorm van Oost en West. Hè. Dat is, ik denk van dat... zeg maar oud-Engels en modern India's. Ja, en alles blijft bestaan. Ik bedoel, die auto's die er rijden ook, die taxis, die Fiat's, dat is een model. Dat is nog het model dat er was toen de Engelsen vertrokken. De Ambassador. Dat is nog steeds model 1948, wat van de lopende band rolt. Ja. Intussen is het een fantastische tank, een museumwagen geworden. He, dus alles blijft in India, dat is het mooie. Hier zie je een alles ook door elkaar, hè? De verschillende culturen, hindoeïsme en dan Jezus ook nog een beetje erbij. Een enorme tolerantie, dat zie je hier. Het lijkt wel een urinoir, maar dat is het niet, neem ik aan. En overal zie je afbeeldingen van Jezus, van Mohammed, dit is Guru Nanak, van de Sikhs, van Sai Baba, van Hanuman in dit geval. Alle goden van alle religies worden door hen in ere gehouden. Ja. Dit blauwe gebouw is de synagoge van Bombay. Het is waarschijnlijk een van de mooiste synagoges ter wereld. Hij wordt nog gebruikt. Er is een hele kleine Joodse gemeenschap. Een van de bekendste leden daarvan was de dichter Nissim Ezekiel. Hij is nu helaas in een verzorgingstehuis, want hij weet niet meer precies wie en waar die is. Maar die heeft... prachtige gedichten geschreven. Maar dit is ook weer zo typisch Indisch, hè? Tegenover de... Aan de voet van de synagoge, daar wonen de families op straat. En ze wonen daar eigenlijk zeer gelukkig. Ze hebben daar zelf een altaartje gebouwd van de Indiase heilige Sai Baba. En het grappige is, sinds een jaar is die straat van naam veranderd van de Rope Walk Lane. De koorddanslaan, wat nog een Engelse naam was, in de Sai Baba Marg. He, dus je ziet dat het ook nog leeft. Hier heb je dat kleine Sai Baba tempeltje... wat door de straatmensen zelf daar... aan de voet van die synagoge is neergezet. En waar ze, ja, ik moet toch zeggen... gelukkiger leven dan... Is het nou alleen in het Westen dat wordt zo'n kritiek op die Sai Baba? Dat het, nou, zijn, dit is dus de, niet de Sai Baba die wij nu... de levende Sai Baba met de Jimmy Hendrix. Dit is de oorspronkelijke Sai Baba waarvan hij zegt een reïncarnatie te zijn. Deze man lijkt me helemaal oké, die oorspronkelijke. De huidige Sai Baba, daar zou er zijn allerlei verhalen over. Er zijn zeer veel verhalen over, ja. Zet ik grote vraagtekens bij. Ja. Dit is de sfeer, wat me ook altijd opvalt in India. Dat is als je maar een bloesje of een petje van een politieman op hebt, dan ben je politieman. Ze hebben nooit een compleet uniform bijna. Nee, het is natuurlijk, als je maar één achterlicht hebt, dan ben je al een auto. En als je maar één schoen hebt, dan ben je al een edelman. Ja, het is natuurlijk behelpen. En het is wat dat betreft een wereld die mij ontzettend aanspreekt. Het is zonder veel poeha. Maar alles is dat spirituele dus deel. Absoluut. Rituele, muziek. Vrijwel alle mensen in India zijn ervan overtuigd dat ze ooit al eerder op aarde geleefd hebben. En dat ze, als ze dit bestaan dan maar redelijk uitzingen, een kans hebben om op een betere manier herboren te worden. Dus het is geen opstandig volk. Dus over het algemeen denken ze, ja, we hebben ons lot te danken aan ons eigen gedrag. Zowel nu als in vorige levens. En we kunnen dat alleen maar veranderen door... Dus er is altijd een soort laag die je hier niet aantreft. Ja. Dit is bijvoorbeeld een tempelfeest in een van de meest heilige tempels van Karnataka voor de godin Mookambika. Ja, als je ziet hoe dit feest gevierd wordt, hè, je ziet straks de jonge priesters die achter een tros bananen aanspringen het water in. Het is van een vrolijkheid, van een kleurigheid, van een feestelijkheid. De godin, het beeld van de godin, wordt rondgereden op een kar. Ze wordt gebaad, ze wordt gekieteld, ze wordt gemasseerd, ze wordt gevoed, krijgt prachtig de vuurwerk. Het is helemaal een groot feest waar eigenlijk niets van de somberheid en de zwaarheid en de doodsangst die onze religies kenmerkt. Je zult straks zien... Het is feest. Het is feest. En dit feest, in het centrum van dit feest staat hun godin. En in plaats van miserige discipelen en stervende heiligen aan kruisen, is het muziek, dans, vuren, het uitdelen van prasad. Okay. We gaan eens even luisteren naar de muziek en de sfeer.
blijven. Ja. Ja, dit was dus een heel tempelritueel. Waar was dat, Hans? Dit speelt zich af op een plaats waarvan ik liever de naam niet zou willen noemen. Want ik ben bang dat dan de volgende keer dat ik daar kom, er allemaal kijkers van kleur net aan te treffen. En dat zijn er nog niet de ergste. Maar het is in Karnataka. Maar dergelijke rituelen en dergelijke tempels vind je overal. Ja. Dat staat nou niet zozeer in de toeristenboeken. Maar als je je even verdiept voor een reis in India via een religieuze instantie of zo. Welke festivals zich daar afspelen. Dan kom je terecht bij... In dit soort situaties. Heel veel kleuren, heel veel muziek. Waarbij je eigenlijk de enige westeling bent en waarbij je ook werkelijk met een gastvrijheid ontvangen wordt en waarbij alle rituelen uitgebreid voor je gedemonstreerd worden, waarbij
in dit geval zelfs Krajina, in de geheime delen van de tempel mocht binnenkomen waar normaal niet gefilmd mag worden. Maar de mensen zijn zo blij en zo vereerd dat je er bent. En ze voelen ook wel dat je dit niet als een soort belachelijk heidendom of ouderwetse charlatanisme ziet. Ze voelen dat je ook dat er een respect is en dat er een liefde is. En op dat moment gaan alle deuren open. Dit eindigt met vuurwerk. Daarmee eindigen we deze aflevering van de Trip door India. Hans en Krajina, dankjewel. His pleasure.